Het was een prachtige fiets om te zien. En het was ook een jongen met een zekere uitstraling. Als je vergelijkt met de leidende figuur in die periode. Jan Raas, Kneteman en Zoetemelk. Ja, dat waren toen niet de mannen die op posters in jongenskamers hingen. Dat gold voor Jan wel. Groot talent voor wielrennen. Maar een beetje naïef. En ik had meer gedacht dat hij toch de Ronde van Frankrijk kon winnen. En hij is toch anders ontwikkeld dan ik persoonlijk gedacht had. In eerste instantie een impulsieve jongen. Eerst de impuls en dan de ratio. We kennen hem niet. En ik vraag me wel eens af of hij zichzelf kent. Toen ik hem meemaakte als wielrenner, toen werd hij heen en weer gesmeten tussen allerlei verlokkelijkheden van de wereld. En daar is hij niet altijd even gelukkig uitgekomen. Ze noemden hem 2 jaar geleden nog de keizer van de Dolomieten. 2 zware bergetappes in de Giro, de Ronde van Italië, won hij achter elkaar. Een van de vele hoogtepunten uit de succesvolle wielercarrière van Johan van der Velde. Is datzelfde succes hem nu noodlottig geworden?